Hey Daan, kom erin. Zoals gevraagd, even een korte rondleiding van mijn huis. Het halletje. Het toilet. Ja, hij is zwart, maar daar hou ik van. Dus. Door naar de woonkamer. Kom erin, zou ik zeggen. Het is nog niet echt heel erg opgeruimd, maar dat zie je wel. Ik ben nog druk bezig, zeg maar, om alles een plekje te geven, om alles op te ruimen, om alles netjes te maken. Dat is niet te doen. Nog veel te veel spullen die ik overal kwijt moet. Maar goed, dat is de zithoek. Dat is de eethoek. Nou, zoals je ziet, de tafel staat helemaal propvol. Allemaal dingen die ik moet uitzoeken, allemaal dingen die nog weg moeten of ergens een plekje moeten krijgen. De keuken. Met dimbaar licht. Anyway, het is een beetje een bij elkaar geraapte keuken. Dat komt omdat die eigenlijk in de woonkamer stond. Dat nam nou goed een goede kwart, misschien wel een derde van de woonkamer over. Dat heb je in alle verbouwingsfilmpjes al kunnen zien. Er moet nog een afzuigkap komen. En er moet nog wat tegeltjes bij, et cetera. Maar dat is allemaal nog afwerk. De achtertuin ga ik je niet laten zien, want ten eerste is het donker buiten, zie je toch niks. En hij ligt helemaal op mijn bouwpijn, dus daar heb ik niks aan. We go upstairs. Follow me. Vanaf de trap tot eigenlijk de hele bovenverdieping ligt vol de vloerbedekking. Aan die kant, aan de achterkant van het huis, hebben we de computerkamer. Ook die is uiteraard nog niet af. Mijn bureau staat er. We zijn al wel bezig, maar goed, er moet hier nog van alles gebeuren. Achter mij nog een vuurscherm komen, et cetera, et cetera. Dat wordt super leuk. We hebben natuurlijk ook een badkamer. Erg fijn. Ik heb alleen nog geen aan- en uitschakelaar voor de badkamer. Die komt nog. Goed. Ook dit sanitair is zwart. Al mijn sanitair is zwart. Hier moet nog een glasplaat voor komen. Maar dat is even duidelijk, daar heb ik nog even geen centjes voor. Regendouche. Erg, erg fijn, kan ik je vertellen. Zeker een aanrader. Nog wat sproeiers en een afloop. Ook hier vloerwarming. Dat heb ik beneden niet gezegd, maar beneden heb ik ook vloerwarming. Dit is elektrische vloerwarming. Beneden heb ik vloerwarming met gewoon water en uit. Nou stond er in de douche, uiteraard ook, de wasmachine aansluiting. Nou, dat vond ik niks, dus dat heb ik anders opgelost. Dat heb ik opgelost door de ruimte te creëren die er niet was. Deze deur bestond niet, dit was muur, maar hierachter zit een ruimte. Daar heb ik weet niet of je dat überhaupt ziet in dit licht. Beetje. Nou, dat zie je niet. Maar dan moet je maar even voor me aannemen. Er was ruimte van gemaakt, dus die is ook uit de weg. Goed, dan hebben we nog mijn slaapkamer, waar die feitelijk is een bed en een kast en that's it. Wat wel interessant is, er staat nu nog wat rotzooi in, maar ik heb een eigen gym. Ik heb zo'n groot huis, zo fijn. Dus ik had bedacht, dan ga ik ook gewoon een eigen gym bouwen. Het is natuurlijk allemaal wat klein, maar goed, wel leuk. Nu staan er nog wat lege dozen in, maar het eerste fitnessapparaat staat er al in. Nu is het nog een lege kamer. Maar ja, uiteindelijk moet hier iets van een tv'tje gehangen worden. En ja, goed, kijk wel wat het kan. Weet je, wel een soort van guest bedroom ook, waar mensen die blijven overnachten blijven slapen. Dus dat, daar wordt hij eigenlijk voor bedoeld. Dan heb ik nog een zolder. Maar dat is echt nog één grote ontplofte rotzooi, dus daar gaan we niet heen. Dat was een beetje de rondleiding op mijn huis. Zoals gevraagd. Daan, ik zie je volgende week.